Ja, je hebt er natuurlijk al wat over aangegeven. Je had het net over persoonsgegevens, over bijzondere persoonsgegevens. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, kijk, het punt is van de Europese Commissie heeft toen ook gezegd, hè, bij het samenstellen eigenlijk van die verordening, van ja, er zijn een aantal specifieke gegevens die heel erg persoonlijk zijn. Ja, die mogen gewoon niet zomaar worden vastgelegd zonder waarborgen. Ja, inderdaad, religie, politieke voorkeur, ja, seksuele identiteit of voorkeur, seksuele voorkeur, ja, dat zijn dingen die kunnen echt gewoon niet zomaar worden vastgelegd en mag ook niet door, dat is wettelijk vastgelegd welke instanties dat mogen vastleggen. Nee, een privaat bedrijf mag dat in feite niet vastleggen. Nee, dus je mag niet dat soort dingen, want omdat het je tast, je zou daarmee de grondrechten van iemand kunnen aantasten, van een persoon kunnen aantasten. Daarom is het van belang Zou je wel passen. dat je daar gewoon verschrikkelijk daarmee moet oppassen. Je moet niet zomaar dingen gaan vragen die zo bijzonder zijn, die zo persoonlijk zijn, hè, dat daar iemand, ja, want die zijn natuurlijk ook herleidbaar. En andere mensen kunnen daar misbruik van maken. En dat is waar het om gaat, begrijp ik. Ja, Dus het moet herleidbaar zijn tot de persoon. Dat is het kenmerk van een persoonsgegeven. klopt. Of een combinatie Ja, daarvan. combinatie ervan, ja, inderdaad. Ja. Oké.